Yo guys, Job hier, aka The Chewer. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En ik ben best enthousiast voor deze video, want jongens, dit is gewoon echt super fucking raar. Het is leuk, maar het is raar. Want vandaag, jongens, heb ik namelijk voor jullie een gloednieuwe mod showcase. En deze mod showcase is niet zomaar een mod showcase. Deze mod showcase heeft te maken met iedereen die vroeger veel tv keek. En dan heb ik het ook echt over vroeger. Namelijk... de Teletubbies! Ja jongens, we hebben een mod showcase van de Teletubbies. Ik weet niet hoe ik bij deze mod kom. Ik ben er in ieder geval erbij gekomen. Ik zag hem staan op internet op zo'n mod website. En ik dacht van nou, hier moet ik wel een video over maken. Dus jongens en meisjes, doe allemaal even een blauw duimpje omhoog. Als we de 1500 likes zouden kunnen halen, zou dat super tof zijn. En dan ga ik sowieso meer mod showcases voor jullie opnemen. Want ik vind het echt fantastisch om te doen. En let's go man, ik ben ready. Ik denk dat hier... ja jongens, kijk eens aan, dit is toch fucking grappig. We hebben hier, hebben we een Tubby Voice Trumpet. We hebben hier, hebben we een Custard machine. Voor de mensen die niet weten wat Custards zijn. Dat zijn zeg maar van die bakjes met een soort van vla. En ik kan me herinneren dat ik vroeger toen ik de Teletubbies keek, wou ik altijd weten hoe dat proefde. Ik wou niks liever dan die koek eten die ze altijd hadden. En die Custards. Dat was echt gewoon een dingetje, weet je wel. Dus dat is altijd fantastisch als ik er dan zo aan terugdenk. Maar... dan hebben we hier Lala's stick, Poe's stick, Dipsy's stick en Tinky Winky's stick. Als je het zo zegt, klinkt het eigenlijk gewoon echt een beetje creepy, een beetje weird. Maar het is natuurlijk gewoon allemaal heel normaal. Het is allemaal heel kindvriendelijk. Zie ik daar nou wat? Staat daar nou een Teletubby? Ik zie daar iets roods. Oh, dat is natuurlijk zo'n mushroom tree. Oké, ik dacht al van, what the fuck, hebben we ze nou nu al gevonden? Maar nee, wat we dus even gaan doen, is we gaan, om mee te beginnen, gaan we even kijken waar de eieren zitten van de Teletubbies. Want die, oh hier! Zombie Po, Zombie Lala, Zombie Dipsy en Zombie Tinky Winky. Holy shit, je hebt gewoon zombie versies van de Teletubbies in dit spel. Dat vind ik awesome. En Nunu, dat is die stofzuiger, dat is die Teletubbies stofzuiger. Oh my god, dat is fantastisch. Oh, dat vind ik echt heel vet. Oké, okay. Ik wil gewoon eerst die stofzuiger zien jongens. Ik kan me nog herinneren dat ik die Teletubbies stofzuiger zelf altijd heel graag wou hebben. Het leek me zo vet om gewoon een soort van stofzuiger beste vriend te hebben. Dat klinkt echt heel loner, maar whatever, let's go. Oh my god. Hij lijkt er zoveel op. En dat geluid is gewoon zo similair aan het echte geluid wat hij maakte. Ik vind het echt fantastisch jongens. Oh my god. Wat krijg je als je hem killt? Dan krijg je Nunu's Eyes. Oh my god. Dit is wel echt een uitgebreide mod jongens. Want als je de Teletubbies killt, of in ieder geval de stofzuiger van de Teletubbies, dan krijg je er dus ook daadwerkelijk wat van. Maar oké. Volgende. Span Po. Dit is zo cringy. Oh my god. Dit klinkt zo raar, hè. Wat krijg je als je hem doodmaakt? Oh, dan krijg je die ding. Dan krijg je Po's stick. Oké. Oké, weet je, we gaan ze maar even allemaal op een rijtje spannen. We hebben Po. Oh my god, die geluiden. Oh my god. Oh. Oh nee, jongens, die geluiden. Kijk hoe ze kijken. Oh my god, jongens, dit is zo raar. Oké, maar wat als we dan een zombie spannen? Namelijk zombie Tinky Winky. Oh, daar gaan we jongens. Oh, dit is fucking vet. Ze vechten. Oh my god jongens, kijk. Dit gaat een beef worden. Kom, we gaan allemaal zombies spannen. Oh nee. Oh nee, kijk, ze zitten opgesloten jongens. De zombies komen eraan. Oh nee. Dit is gewoon een gevecht tussen levende en dode Teletubbies. Dit is echt fantastisch gewoon. Oh my god, wat is dit grappig. Nou, oké. Laten we nog even goed een kijkje nemen naar hoe die zombies eruit zien. Want ik vind het echt fantastisch dat ze dus niet alleen de Teletubbies hebben gedaan, maar ook de zombies. Wacht, kunnen we dus ook nu gewoon even eentje hier spannen? Gaat hij dan dood? Ja, die zombie gaat wel achter hem aan, maar die creepy die doet niet zoveel. Oké, dus dit zijn de zombies. We hebben de zombie Tinky Winky. Die ziet er zo uit. Best wel creepy. Dan hebben we de zombie Dipsy. Die ziet er zo uit. Is ook creepy. Dan hebben we zombie Lala. Ik vond, oh my god, zombie Lala ziet er misschien nog wat engst uit van allemaal. Die heeft echt gewoon zwarte pupillen en één grote zwarte mond. En dan hebben we zombie Po. En die is een stuk kleiner dan de rest. Oké, interesting. Dit is eigenlijk een beetje de mod, jongens. Ik vind het, persoonlijk vind ik het wel grappig. Maar is er ook een zombie Nono of Nunu of hoe je zijn naam ook uitspreekt? Want dat zou wel echt heel vet zijn. Nee, die is er niet. Die is er jammer genoeg niet. Maar ik vind het echt een alles mod. En ik wil wat leuks gaan doen. Ik wil voor mezelf, wil ik een soort van kleine arena gaan bouwen. En dan wil ik daarin gaan vechten tegen deze zombie
Teletubbies. Ik wil gewoon één groot gevecht houden tegen allemaal Teletubbies. Hoe vet is dat? Dan gaan we gewoon een kleine Teletubby arena maken. Ik had nooit gedacht als kind zijnde dat er ooit een dag zou komen dat ik zou gaan vechten tegen mijn idolen. Weet je wat ik trouwens echt heel creepy vond? Zeg maar het kijken van de making-of van Teletubbies. Want dan zie je zeg maar dat er gewoon echt mensen in die pakken zitten. En dat is toch heel raar om te beseffen. Want als je klein bent, dan denk je natuurlijk niet eraan dat er mensen in zitten. Maar dan denk je gewoon van dat zijn de Teletubbies. Maar eigenlijk zijn de Teletubbies sowieso wel een klein beetje creepy als je het mij vraagt. Hebben jullie dat nooit? Als jullie er zeg maar nu naar kijken dat je denkt van oh, het ziet er eigenlijk allemaal best wel een beetje eng uit op een of andere manier. Het heeft wel iets engs, zeg maar. Het brengt wel iets engs met zich mee. Maar nee, whatever. Nu gaan we dit zo fixen. En dan gaan we eens even kijken hoe het eruit gaat zien wanneer wij zometeen al die motherfuckers erin spannen. Ik ben natuurlijk niet de beste in bouwen, jongens. Dus verwacht ook niet dat ik de meest epische zombie arena ooit maak. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er gebeurt wanneer we zombies spannen bij die Nono. Of die stofzuiger, zeg maar. Want ik ben sowieso wel benieuwd wat die stofzuiger, zeg maar, voor toegevoegde waarde biedt in Minecraft wanneer je deze mod installeert. Of die, zeg maar, voor je gaat vechten. Of dat die iets anders voor je gaat doen. Want dan ben ik echt wel... Lijkt me wel echt heel vet als die stofzuiger in één keer een of andere stofzuigpower heeft waarmee die alle zombies kan uitschakelen. Dat zou echt fantastisch zijn. Oké. Okay. We maken er wel een beetje een epische arena van natuurlijk, jongens. Want als je het doet, dan doe je het goed. Dus dat, daar gaan we ook voor. Oké, nou dit is perfect. Dan pak ik er nu even wat netherrack bij. En vervolgens pak ik er wat flint en steel bij. En wat we dan doen is, dan zetten we dat zeg maar hier zo bovenop. En dan maken we er zeg maar echt een beetje een vuurrand overheen. Zeg maar over de arena. Ik denk dat er sowieso wel heel erg vet gaat uitzien. Sowieso vind ik het altijd wel heel chill dat je dus gewoon netherrack oneindig kunt laten branden. Dat is geloof ik ook een beetje het hele idee van netherrack. Oké, daar gaan we, jongens. Hop, 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 hop. Ik heb natuurlijk al meerdere mods gereviewd op dit YouTube-kanaal, jongens. Dus als jullie de voorgaande mods nog niet hebben gezien, ga ze dan even checken. Ik heb namelijk de zeemonster mod gereviewd, waarin ik eigenlijk, ja, niet echt zeemonsters, maar meer reptielen. De baby mobs mod, die was ook echt fantastisch. Dus ja, man, ga dat gewoon laten weten. Oké, wat ik ook altijd wel vet vind aan een arena, is als je zeg maar gewoon het jezelf allemaal wat lastiger maakt. Dat je zeg maar op bepaalde plekken niet mag komen, door zeg maar gewoon dit te doen zo. Kijk, hier mag ik dan zeg maar nu niet komen, en dat doen we dan hier ook zo. En hier. En dan zetten we nog een paar van die spinnenwebben neer. Dan denk ik dat we wel echt... Oh, shit. Dan denk ik dat we wel echt een beetje een vette arena hebben gemaakt. Zo. Is dit een beetje een vette arena, jongens? Dan hebben we niet echt heel erg veel loopruimte. Maar ik denk dat dat ook alweer een beetje spannend maakt. Dus jongens, ik hoop dat jullie ready zijn. Ik ga mezelf het allerbeste armor ooit geven. Want anders durf ik deze strijd echt niet aan te gaan. Dus ik geef mezelf gewoon even de beste armor ooit. Die doe ik even aan zo. En dan geef ik mezelf een golden apple. Hoppakeetje. Dan wil ik ook heel even voor mezelf natuurlijk een zwaard creëren. Nee, weet je wat me leuk lijkt om te doen? Dat is fantastisch. Dat gaan we gewoon doen. Is wij pakken dat ding. Waar staat die? Oh, die staat hier. Dan pakken we deze. Dipsy's stick. Lijkt echt op een fucking dildo, man. Het moest gezegd worden. Als ik het niet zou zeggen, zouden jullie het wel in de comments zeggen, jongens. Het moest even gezegd worden. En dan pakken we een anvil en dan pakken we gewoon sharpness 5. En dan gaan we daar gewoon mee strijden. Zo. Bam. En dan noemen we hem Dipsy's dick. Ik weet dat dit echt helemaal nergens op slaat. Mijn oprechte excuus. Dit is fucking raar. Oké. Sorry. Sorry, jongens en meisjes. Sorry. Ik moest weer even wat geks doen in deze video. Oké, let's go, man. We gaan ze inspannen. Wacht, nee, wacht, dat mag nog niet. Ik heb een idee. Wacht even. Hebben we alles wat we nodig hebben? God apple, ja. Oké. Nou, daar gaan ze, jongens. Ik ga een aantal van die nodo's spannen. Ik ga kijken of die mij gaan helpen. Maar het gaat natuurlijk vooral om deze motherfuckers. Oh, time set night. Oké, jongens, dit is ronde 1. Dit is ronde 1. Zo, jongens, ronde 1. Ga ik dit overleven? Daar gaan we. Game mode 0. Oh, nee. Oh nee, jongens. Oh, wat, dit lukt nog best wel. Dit is gewoon het gevecht van de eeuw, jongens. Jullie dachten dat Butter versus Rico hard was. Dit is hard. Dutsuber versus de Teletubbies. Oh my god, jongens. Het werkt nog eigenlijk best wel goed, hè. Ik ben ze eigenlijk nog best wel aan het ownen, gewoon. Ik ben die motherfuckers gewoon aan het inmaken. Oh my god. Ze droppen wel echt super veel spullen, jongens. Ik weet niet wat we ermee kunnen. Maar ze droppen echt super veel spullen. Kijk, ze droppen allemaal van die sticks en zo. Nou, dankjewel hoor, Nono, dat je me zo goed hebt geholpen, jullie motherfuckers. Ze hebben helemaal niks voor me betekend. Het enige wat ze deden is een beetje kijken hoe ik half op werd gegeten door die fucking Teletubbies van ze. Oh my god. Waar ik ook wel benieuwd naar ben, is hoeveel zeg maar die koekjes die je zeg maar in dit spel hebt, hoeveel die regenereren. Maar waar ik ook benieuwd naar ben, is hoe je die kunt maken. En wat kun je hiermee? Oh, wat? Nee, joh. Je kunt gewoon de ogen van die stofzuiger kun je gewoon op je eigen hoofd zetten. Oh my god, dat is echt fantastisch. Kijk dan, jongens. Swag, swag, swag. Dab. Nou, ik kan niet echt een dab doen.
Er moet een dab mod zijn in Minecraft, jongens. Als die er is, dan ga ik hem 100% reviewen. Nou ja, jongens, dat was je boy, Tuber. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Ik vond het een hele leuke video om te maken. Het was spannend. Dit, jongens, zijn dus de Teletubby zombies. En ik vond het gewoon leuk, jongens. Ik kan niet meer zeggen dan dat ik het gewoon een hele spannende video vond om voor jullie op te nemen. Maar vooral een hele leuke video. Wil je meer mod showcases zien op mijn kanaal? Doe dan even een like. Abonneer op mijn kanaal. Want als je namelijk abonneert, blijf je op de hoogte van wanneer er weer een nieuwe video online komt. Het was je boy, Tuber. Love jullie allemaal. En tot de volgende keer. Adios.